De Amstel hoort gewoon in dat rijtje thuis van klassiekers. Dus ja, ik ben vooral blij voor de mensen die daar dag en nacht mee bezig geweest zijn. Dat het op deze manier wel door kan gaan. En dat we wel een editie hebben van 2021. Voor mij heeft hij wel een speciale herinnering, omdat ik toen ik de Amstel won, eigenlijk anderhalf jaar best wel moeilijk had gehad met gezondheid. En dan, ik had een zware infectie waar ze heel laat achterkwamen. Dus heel het seizoen daarvoor was helemaal eigenlijk om zeep met hele slechte resultaten. En uiteindelijk was de Amstel dan zeg maar de heropstart, de heropleving. Van mijn laatste 10 jaar carrière. Dus wanneer je echt de oorzaken weet en er is gewoon een weg terug, ook al is die heel moeilijk, terug naar het hoogste niveau, dat die haalbaar is. En ja, de Amstel was daar eigenlijk, dat was eigenlijk mijn grote beloning voor de miserie die ik gehad heb en het harde werken de maanden ervoor. En dan toch ja, weer terug kunnen aanknopen met een hele mooie en een klassieke zege. Zeker voor Leo van Vliet, heel blij dat het doorgaat. Er zit alleen voor mij een klein maartje aan, dat het niet op het parcours gereden kan worden zoals het altijd is. Maar uiteindelijk heeft de organisatie, en gelukkig hebben ze dat gedaan, hebben ze gekozen voor voor zeg maar een omloop van 20-tal kilometer of zo, een beetje WK-achtige omloop. Selectief genoeg ook wel, denk ik. En ja, dat zal waarschijnlijk de enigste manier geweest zijn om het door te laten gaan. Dus, ik denk dat voor Leo de keuze niet zo moeilijk was. Of het was zo, of het was helemaal niet. En ja, in deze moeilijke tijden denk ik dat het gewoon een win-win situatie is. En ja, ik hoop voor de meesten die thuis aan de buis gekluisterd zitten, dat dat maar eenmalig is. En dat we iedereen volgend jaar weer kunnen begroeten langs de kant van de weg als supporter. Hè. Want ja, dat is toch het ultieme van een sporter. Hè. Wanneer je door de haag van mensen rijdt, een berg oprijdt, je wordt geroepen, je wordt toegejuicht. Ja, dat heeft net wel dat ietsje meer.